Stefan, we kunnen het appartement in Altrijgnau aan de skipiste in Zuid-Duitsland ruilen voor een replica van een nachtwacht. Ja. En ik ben benieuwd hoe goed die replica is. Ja, ik wist het niet zo goed. Ik wist het ook niet. Dus ik stel voor dat we nu naar het Rijksmuseum gaan. Ja. Want daar hangt de echte nachtwacht. En dan kunnen we het zien. Ja. We mogen niet filmen eigenlijk, maar dit is de echte, hè? Dit is de echte, Stefan. Wie kijkt hoeveel mensen erop afkomen? Stel je voor dat wij onze replica zouden ophangen in de kerk van Monnikendam. Denk je dan dat er ook zoveel mensen op afkomen? Ja, misschien. Ja, moet ik wel zeggen, dat het licht is hier wel beter, hè, dan in die loods waar wij de dingen zien. Ja. En hij is net even kleiner, hè, want hier hebben ze stukjes afgeknipt. Ja. Toch jammer. Jammer. Ja, als je eenmaal weet dat daar eigenlijk twee mannetjes horen te staan. Ja, dus eigenlijk is die van ons mooier. Ja, die Chinezen kunnen wel schilderen. Ja. Maar we moeten eigenlijk even uitzoeken of onze replica dit benadert. Ja, ik kan het niet boren. Ik vind dat het op elkaar lijkt, maar misschien moeten we het aan een expert vragen. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Okay. Hoi. Hallo. Goed dat je er bent. Dankjewel. Diana, jij bent expert op het gebied van kunst, klopt dat? Dat klopt, ik ben kunsthistoricus. Ja, hartstikke leuk. En wij staan hier in de tuin van het Rijksmuseum. Mooie tuin, vind je niet zeker? Ja, schitterend hier. Ja. Jij geeft hier ook rondleidingen, toch, door het museum? Dat klopt, ik geef ook rondleidingen aan cursisten door het museum. Waarom is... nou, net de nachtwacht zo'n beroemd schilderij? Nou, het is tegenwoordig het schilderij van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Het is het niet altijd geweest. Vlak nadat het gemaakt was, was het wat minder populair. Maar zeker vanaf de 19e eeuw kwam er heel veel aandacht voor. Zag men ook hoe vernieuwend Rembrandt eigenlijk is geweest. En toen werd het zelfs dusdanig populair dat het Rijksmuseum hier speciaal om de nachtwacht heen gebouwd is. Maar wat zijn dan de specifieke kwaliteiten van de nachtwacht dat het er zo uitspringt? Nou, het is natuurlijk een prachtig licht-donker effect. Je ziet dat de personen eigenlijk als door een spotje belicht worden. Voor de rest heeft Rembrandt ook een wat lossere penseelvoer gebruikt, wat in die tijd heel erg vernieuwend was. Mensen keken daar heel vreemd van op dat hij dat deed. Maar vanaf de 19e eeuw, als kunstenaars veel losser gaan werken, dan zien ze in van wat een genie was Rembrandt dat hij dat toen al deed. Nou kunnen Stefan en ik, wij kunnen een replica van de nachtwacht krijgen. Ja. Alleen dan het originele formaat, hè, zoals Rembrandt het bedoeld had, zonder dat die twee mannen eraf geknipt zijn. Dat klopt, hij was wat breder inderdaad. Ja. Ja. Je hebt het filmpje gezien, hè? Ik heb het gezien, absoluut. Wow. Cool. Fantastisch man, hoe groot hij ook is, hè? Dat verwacht ik er eigenlijk niet. En wij zijn nou benieuwd, hoe goed is die replica? Technisch gezien is die heel goed. Oh ja? Dat is sowieso wel een van de kenmerken van veel Chinese replica's, dat het echt wel vakmensen zijn die daaraan werken. Eén pech is wel, het is niet de enige in Nederland. Oh. En die reactie verwacht ik al een beetje, want ja, de eigenaar is natuurlijk wel trots op dat hij denkt dat hij de enige heeft. Maar in Dalfsen is er helaas nog een exemplaar, precies met de hand nageschilderd door een Nederlandse kunstenaar Jan van der Horst. En hij heeft ook het origineel, dus met de ontbrekende personen, al een keer geschilderd. Oh, Albert. Dat is wel jammer, hè? Hij is niet uniek. Hij is niet uniek, nee. Oh. En denk je dat zo'n replica waarde kan hebben? Hij heeft op zich best waarde, dat wel. Maar of je het tegen een huis zou ruilen, persoonlijk zou ik het niet doen. Jee, Stefan. Dat is een domper. Dat hebben wij weer. Wat is het dan wel waard? Nou, het is nog steeds behoorlijk wat waard. Je moet eraan denken, als je het nu nieuw laat maken in China, dat je zo rond de 20.000 euro daarvoor betaalt. Dus het is zeker waardevol. Ja, dat is niet ons huis. Nee. Dat is minder dan ons huis. Stefan, we zijn eruit. Ja. Doen het niet. Doen het niet, hè. Diana, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Hè, zonder jou waren we misschien met zo'n nep-replica blijven zitten. Ja. Lekker dan. Ja, bedankt. Nou, heel veel succes. I'm gonna get a new